En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog voor mij. Hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, we zijn inmiddels een week verder. Ik had al een week niet geüpload. Ik had gewoon even lekker weer even rust nodig. Hè. Ik heb lekker andere dingen gedaan. Televisie gekeken. Ik ben weer met Minecraft bezig. En ik had geen zin om te gaan uploaden. Ik had ook niet veel te melden. Dus ik had zoiets van ja. Ik blijf gewoon eventjes een paar dagen eventjes stil. Maar dat wil niet zeggen dat ik stop. Want ik stop niet. Ik ga gewoon door. Voor de oplettende kijker. Hebben jullie gezien dat er ineens twee rare video's online kwamen? Nou, dat klopt. Ik heb ze inmiddels weer verwijderd. Ik ben gehackt. Niet alleen op dingen, ook nog op andere dingen ben ik gehackt. Maar ik ga niet vertellen wat. Maar in ieder geval op YouTube ben ik ook gehackt. Nou, ik had ook gelijk een waarschuwing had ik op mijn kanaal. Omdat ik dus een video geplaatst had wat niet mocht. Nou, ik ben in bezwaar gegaan. Ik heb gezegd ook tegen YouTube van, joh YouTube, ik ben gehackt. Ik kan er niks aan doen. Ik heb die twee video's die ik had, die zijn niet van mij. Die heb iemand anders geplaatst onder mijn naam. Iemand is mijn kanaal binnengekomen en die heeft dat gedaan. Dat heb ik dus gedaan. Toen moest ik dus wachten wat YouTube ging doen. Of dat ze met me meegingen of dat ze de poot stijf hielden. En dat ze de melding lieten staan. Het laatste dus. YouTube houdt zijn poot stijf en vindt het terecht dat ik een blokkade of een waarschuwing heb die ze uitgedeeld hebben. Daar is YouTube. Dat vindt YouTube goed. In ieder geval belachelijk in ieder geval natuurlijk. Ik kan er niks aan doen. Ik ben gehackt. En YouTube laat die waarschuwing gewoon staan. YouTube houdt zijn poot stijf. Ik heb er geen goed woord voor over natuurlijk. Schandalig. Je probeert voor YouTube probeer je leuke filmpjes te maken. Ik ben al 5 jaar, bijna 6 jaar, ben ik bezig met YouTube. En nooit problemen gehad, nooit gezeik gehad. En als er dan één klein dingetje is, dan geeft YouTube niet thuis. En dan zeggen ze gewoon van, ja meneer, it's all tracks. U bent in overtreding. We laten de waarschuwing gewoon staan. En je hebt gewoon een waarschuwing aan je kont. En als je er nog twee hebt, dan verwijderen we heel je kanaal. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hetgene wat, wat gaande is. Mocht ik in ieder geval... het is niet te hopen. Ik hoop niet dat er nou allemaal van die klootzakken mij gaan strijken. Maar in ieder geval, mocht dat gebeuren en mocht ik een bank krijgen, dan ga ik in ieder geval... ik ga in ieder geval, als ik het krijg, ik hoop het niet. Ik hoop nog een paar jaar te kunnen YouTuben. Maar als het gebeurt, dan ga ik niet verder meer. Ik stop er dan mee. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik ben ook heel erg klaar met YouTube al een hele tijd al. Net zoals ik klaar ben met de Efteling eigenlijk een beetje. Ik ben een beetje helemaal klaar in dit wereldje eigenlijk. Een wereld van schijn. Waar iedereen bang is voor zijn eigen hachie. En mekaars kont maar probeert te likken waar het kan. Om in een goed blaadje te komen bij de hogere YouTubers. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik zeg het gewoon. Ik heb al heel lang mijn mond gehouden erover. Ik heb altijd gedacht van, nou, ik wil ooit nog eens een keer een video daarover maken. Hoe dat precies zit. Nu bij deze dus. Ik weet ook wel een klein beetje uit welke hoek het komt. Dus ik denk dat het is. In ieder geval, mocht ik eruit geknikkerd worden,
kom ik in ieder geval nooit meer terug. Dat is in ieder geval zo, want ik ga niet... het is gewoon zonde, want je hebt gewoon 5 jaar heb je gewoon keihard gewerkt aan je YouTube-kanaal, om je YouTube-kanaal te maken. En dat wordt dan in één klap wordt dat weggegooid. Misschien ga ik nog wel even op YouTube kijken of dat ik nog op een andere manier in bezwaar kan. Maar meestal, ja, als een bezwaar is afgewezen, is het definitief. Dus dat in ieder geval. Dus dat wou ik in ieder geval even kwijt eventjes. Dus bij deze dus, we gaan kijken hoe lang het duurt. Misschien gaat die waarschuwing weg. Ik weet niet wanneer die waarschuwing weggaat. Of dat een maand duurt, of 2 maanden duurt, of 3 maanden duurt. Ik zou dat echt bij God niet weten. Het interesseert me ook helemaal niks. We gaan in ieder geval door en we moeten door. En word ik er overhoop uitgeknikkerd. Ja, per God. Ik ben wel op een punt ben ik gekomen van dat ik 47 jaar ben en ik heb geen zin meer in allemaal gezeik en gedoe of zo. Dus als ik eraf geknikkerd word, misschien ga ik dan wel weer verder met een ander YouTube kanaaltje. Maar in ieder geval nooit meer, nooit meer dit. In ieder geval nooit meer vloggen. Ik heb 6 hele mooie jaren gedaan. Mooie jaren gehad. En als ik er voortijdig uit geknikkerd word, pech gehad. Maar ik zal in ieder geval niet meer terugkomen dan. Dan ga ik misschien wel gaming video's doen of zo. Maar alleen met stem. En vloggen sowieso niet meer. Want vloggen heb ik nou gedaan. En in deze 6 jaar heb ik eigenlijk al elk plekje hier in de regio gehad. En als ik nu een nieuwe video moet maken, heb ik zoiets van, waarom moet ik nou weer gaan vloggen? Want ik weet het gewoon, op een gegeven moment weet je het gewoon niet meer. Op een gegeven moment heb je alles wel een keer gedaan in die 6 jaar tijd. En dan is het ook wel een beetje klaar. Dan ben ik er ook wel weer een klein beetje klaar mee. Dus wat dat betreft is dat het in ieder geval. In ieder geval wordt het weer al iets beter. Het is nog wel koud hoor, ik vind het nog wel frissies. Maar het is in ieder geval een stuk beter. Het vriest niet meer. Dus, we kunnen weer buiten gaan vloggen. Als het in ieder geval YouTube het toelaat dat ik buiten ga vloggen, ga ik in ieder geval weer buitenvlogs maken. En we gaan vanzelf wel zien wat het wordt. En gaan we wel kijken hoe het wordt. Dus wat dat betreft kunnen we weer buiten gaan vloggen. Mocht YouTube me eraf knikkeren. Ja, dat heb ik pech gehad. En helaas, daar hebben jullie ook pech gehad. Ik ben dan mijn 6 jaar. Ja, het is eigenlijk bijna 6 jaar is het al. Ben ik dan 6 jaar beeldmateriaal kwijt. En jullie hebben dan de pech dat ik het niet meer kunnen kijken. En er ook geen nieuwe video's meer komen. Want echt, als het nu stopt, zeg maar, dan heb ik geen zin meer om weer helemaal overnieuw te beginnen. Daar heb ik in ieder geval, dat is eigenlijk de grootste reden eigenlijk. Ik heb er gewoon geen zin meer in om overnieuw te beginnen. Dus mocht ik eraf geknikkerd worden, ja, jammer dan. Ben ik wel in ieder geval voor al het gezeik en alle gezeur ben ik af. In ieder geval dat wel. Ik zal ook wel dingen missen, dat ook wel. Maar de meeste van jullie, die ken ik persoonlijk ook een beetje. En kan ik ook persoonlijk, ga ik daarmee om. Dat contact, dat zal nooit weggaan. En de laatste tijd vond ik toch al dat het een stuk minder werd. Mensen die gaan, die hebben andere dingen aan hun hoofd. En dat kan ik ook wel weer begrijpen. En sommige mensen die hebben gewoon weer andere dingen. Zijn weer mensen bij, die hebben een nieuwe relatie of zo. En die zijn daarmee bezig. Nou, dat kan ik wel heel goed begrijpen. En ik ben eigenlijk ook met andere dingen eigenlijk bezig. Ik ben eigenlijk niet zo bezig meer met vloggen. Ik ben het vloggen eigenlijk een beetje, ik heb niet zo zin meer om te vloggen. Dat hebben jullie ook de afgelopen maanden gemerkt. Misschien komt dat nog wel weer terug, misschien niet. Misschien komt dat helemaal wel niet meer terug. Maar ik weet ook eigenlijk niet meer waar ik moet vloggen. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen. Want alles is al eigenlijk al een keer gezegd in een vlog.
Dus ja, wat moet ik dan nog? Wat moet ik dan nog? Dus we gaan het vanzelf gaan we het zien. De tijd zal het in ieder geval leren. En dan gaan we gewoon kijken wat het wordt. Het is wel jammer. Ik heb trouwens wel mijn nieuwe camera natuurlijk net gekocht. Hè? Dat is dan wel weer balen. Maar goed, in ieder geval ga ik in ieder geval niet meer vloggen. In ieder geval, misschien ga ik nog wel andere dingen opnemen. Maak ik gewoon een kanaaltje met alleen maar dingen wat ik opneem zonder praten, zonder mensen in beeld. Misschien bijvoorbeeld net zoals bijvoorbeeld 100% Auto Live. Vroeger was dat 100% Tuning. Heb ik ook wel eens videobeelden van gemaakt. Jullie weten het, ik heb een oud kanaal. Die heb ik inmiddels It's Ultrax Productions genoemd. Moet je maar eens op kijken. Daar kan je ook nog hele oude videobeelden van mij zien. Maar dat is niet echt vloggen. Dat was gewoon eigenlijk een beetje sfeerbeelden. En ik vind dat eigenlijk tegenwoordig leuker dan een vlog maken. Dus tijden veranderen. Hè? Tijden veranderen in ieder geval. Maar in ieder geval, bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vond jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in eventjes. Like mijn video, want dat zou ik wel heel erg tof vinden. En als je abonneert, moet je even het belletje aan klikken. Dan word je als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En tot de volgende maar weer. Als die er komt. Groetjes van deze kant, tot de volgende. Bye bye. Hoi. Of ik Gucci of Lacoste pak. Ik kan hem klippen in een Gucci of Lacoste pak. Want ik ben boef, gaat die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoon reclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flows voor haters, mij steeds ziek. Holla mij, heb ik het overvaren. SO-dreddies die blokken laten overvaren. Drie shows op een avond.